Martin Drent, zondag, Kwik 20, nieuwe koploper. Ja, en een hele goede ploeg, wat ik hoor. Heel jong en best wel verrassend, want vorig jaar zaten we daar in Oldenzaal bij elkaar en zeiden van nou, bij ons gaan de vijf weg en bij hun ging er een heleboel weg. Ja, en dan ben je wel nieuwsgierig hoe beide ploegen dit jaar gaan. Heb je het in de gaten gehouden wie zij aangetrokken hebben? Welke spelers en hoe zij tot die zet gekomen zijn, zeg maar? Wil je een eerlijk antwoord? Ja, graag. Nee, dat niet. Alleen naarmate het seizoen vordert blijven ze je verrassen. Ze hebben nog geen nederlaag geleden. En iedereen is positief over Kwik. Ik heb er wel zin in. Je hebt al gekeken hoe ze spelen? Ja, we hebben een stage lopen die Kwik 20 heeft bekeken. Twee keer. We zien wel kansen. Nou ja, goed. Er staat denk ik ook wel weer een betere ploeg dan aan het begin van het seizoen. Tijdens de start van de competitie. Hoe ziet de ploeg van Roda Raalte er zondag uit? Weinig veranderingen zoals met afgelopen zondag. Ik denk dat het team heel aardig staat. Misschien 1-2 weer posities anders. Maar voor de rest, we zijn een knokploeg geworden. En dat is wel bijzonder. Afgelopen zondag zijn we heel diep gegaan. En de uitslag had nog hoger kunnen zijn. Maar bij Vlagen prima aanvallen gehad. En we geven heel weinig weg. Ja, we hebben het een paar keer over gehad. Hoeveel kan je mentaal nog aan? Ja. Maar ik denk dat de mentale gedachten zeg maar wel weer de juiste kant op gaan. Ja, nee, absoluut. Alleen je hebt altijd een plaatje voor het seizoen. Als trainer zijn er, als club zijn er waarschijnlijk ook. En daar past een speelwijze bij, een strijdwijze bij, invulling van spelers. Ik moet zeggen, dat zit aardig door elkaar heen zoals we dat nu hebben. Maar goed, ze doen het goed en dat is het belangrijkste. Even heel wat anders. Ik las vanavond een stuk op de Roda-site, een mooie column over iemand die zich eigenlijk wel een beetje boos maakt, gefrustreerd maakt over dat er weinig publiek aan de kant bij Roda 1 staat. Hoe zien jullie dat als ploeg? Nou, we vinden het jammer. We hebben vorig jaar, vind ik, en dat heb ik ook vaker verteld, ik ben 10 jaar trainer nu, ik heb nog nooit zo mooi aanvallend voetbal kunnen en mogen spelen. Was weliswaar naïef, maar ik denk dat het voor de toeschouwers was het geweldig. Roda creëerde iedere wedstrijd 10 kansen, maar ja, we gaven er ook wel 4-5 weg. En dat leverde prachtige wedstrijden op en het publiek wilde het maar niet komen. En dat is toch best wel jammer. Alleen je ziet het wel meer bij zondagclubs. Mijn oude clubje Roda Boys, daar kwamen ze nog wel. Nou, misschien is het aanstaande zondag een mooie aanleiding dat mensen komen kijken. We krijgen goed weer. Mooie tegenstander, goede tegenstander. Roda aanvallend. Uitslag. 1-0. Ja, dat klinkt heel zakelijk. Dat is ook niet een klein beetje optimistisch en positief, maar dat is gewoon gelijk bam. Nee, maar goed, je gaat niet zeggen van we gaan met 1-0 verliezen. 1-0 lijkt me gewoon een prima. Wordt het ook 0-1 trouwens? Nee, absoluut niet. Nee, jij zegt we gaan niet met 1-0 verliezen. Ik zeg nee, dan wordt het ook 0-1. Dan ben je ook slim vandaag. Dan wordt het inderdaad 0-1. Nee, maar goed, het is een hele jonge ploeg, Kwik 20. En fysiek zijn ze niet bij de topploegen. Dus we zullen ze heel mannelijk aan moeten pakken. Mooie wedstrijd zondag. Absoluut.